Yo, kijkers van T-Scams. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video en serie op T-Scam. Ja, ik weet nog niet zeker of het de serie wordt. Dames en heren, welkom bij het Battlefield met... Giel. Ja, ik ben hier dus met Giel en waarom doe ik dit met Giel? En waarom is dit Giel zijn, Giel zijn gameplay, om het zo maar te zeggen. Giel, leg eens uit. Nou, T-Scam PC heeft hij veel minder FPS en met als gevolg zijn settings kunnen op heel laag staan en dan nog kan hij een beetje laggen. En ik kan medium heel fatsoenlijk aan. Ik ben niet zo heel goed. Ook, hij faalt dus de tiefs. Ja, zoals klopt. Zoals je misschien in de eerste video zag. Wij zitten nu de map Siege of Shanghai. Ik weet niet of jij er al in zit. Ik zit er al in. Ik heb al een tank gejat. Siege of Shanghai, ja. Dus in Shanghai. En er staat een grote toren in het midden. En wat ik het leukste vind aan deze map is dat die toren neer kan worden gehaald. En dat je niet kasten kan neerhalen. Dus dat is wel even leuk om te weten. verder, ik ga dit potje nog joinen en dan zien wij jullie zo meteen terug. Nou, mooi man. Ga je nu door alle winkels heen. Hoppakee, helemaal naar de klote. Nou jongen, ik zit nog steeds te laden. Oké, ik ga eens even naar kijken of ben je dood. Ik ben dood, maar okay. Je kan op mij spawnen nu. Even kijken hoor. Zien wij ergens een Giel in zijn... Waar ben je, bij E? Ja. Ik join op jou, nice. Even kijken, we gaan naar... Oh, tank. Oh fuck. Hey, ik heb dinges. Dinges? Ja, rijdt hier een tank, vriend. Ik heb een RPG! Schiet hem neer dan. Oh, ik heb hem gehit. Pak die faggot. Hij gaat daar red weg. Gast, wat de fuck schiet je op? Wat Ties dus vaker voorkomt, is dat hij gewoon random op dingen schiet. En dan raakt hij niks en dan... dat is... beetje kut. Ik schiet nergens op. Oh. Okay, nog één hit, dus je hebt hem. Bam! Oh, rechts van je. Hoppakee, kill. Oh my god. Hij kijkt naar je. Ik heb een kill, maar ik heb ook een death. Dus dat is pittig jammer. Ah, hij heeft mij ook, maar je moet oppassen, hier zit altijd fucking veel mine. Ja, klopt. Vooral op die bruggen. Ja, dat is de enige manier om over te steken. Wat de fuck is die kill aan het spammen? Dead TV. Oh, hier zit een tank. Die motherfucker. Hup. Hartstikke dood. Ik kom je halen. Oh, laat me zitten. Ik ben dood door een fucking M2 slam. Hey, Ties, ik kom je halen. Frictantes overal waar ze kunnen, leggen ze overal mines en slams en al die onzin. Want dat fucking moeilijk. Ja, dat is inderdaad heel irritant. Op kill, bam jongen. Ik sta nu 2 op 1. Dat is best wel goed voor mij. Als jullie dit natuurlijk een leuke serie vinden, ja, laat het gewoon weten. En dan. Oh mijn god. Ik ben weer dood door een fucking M2 slam. Er zit een sniper hier rechts op het dak van je trouwens. Ik ben op jou. Oh, er zit inderdaad een sniper of zo boven. Oh fuck. Ah, mijn god. En zit op het dak. Oh, fuck is slecht. Nee, ligt aan de scope, ik weet het zeker. Even krabben in mijn ogen. Ja, ik zie hem. Ja, godverdomme. Even krabben aan mijn rug. Die games. Er zit ook op het Duits in het potje. Biet en nicht. Oké, we're going to fuck shit. Oh. Oh, we're going to fuck shit. Oh. Even kijken, kan ik hier draaien? Als het goed is, niet. Even naar achteren en... Ja, we gaan weer verder, want we kunnen hier niet naar binnen. Dan moet ik... Even kijken, via zo. Ja, daar komt bijna onder. Heeft het hele team alles al uitgewiped. Echt, hè? Ta-ta-ta-ta. Over een teammate heen. Er zit helemaal niks, alles is dood hier. Nou, dan gaan we weer omhoog, hè? Wat is dit eigenlijk? Metro? Dit is Siege of Shanghai. Jezus. Oh! What the fuck? We kunnen niet al fucking glas zijn met onze tank. Hoppakee. Hele hut weg. Hele hut naar de klote. Oh, tank rechts. Oei, ik zie hem. Ja, ik kan toch geen damage doen tegen hem. Ja, weet ik. Oh, zie je repairen? Oh, ik heb een kill. Oh, wacht. Jij hebt de kill. Oké, ik heb hem. Ik heb hem. Haha. Oh, kut. Holy shit. Skut. Fucking Seaforce, echt waar. Vierde keer. Ik heb mezelf net zo'n facepalm gegeven. Oeh. Niet normaal. Snipers altijd. Nou, dit is zo'n potje, er zitten alleen maar snipers in. En alleen maar... Seaforce. Slams. Oh, wat? Hoe kut eruit, snel. Repair. Oh, ik leef nog. Ben jij dood? Ja. Ik zie hem staan aan met zijn faggot hoofd. Ah, hij is dood. Waar staat hij? Ah, hij is dood. Oké, kom, we gaan over de brug. Gaan we met de lift omhoog? Yo, wacht. Wacht even in het gebouw. Oh, ik wacht hier op de brug wel. Yo, ik kom. Nou, dan gaan we. Oh. Oh shit! Tuurlijk! Hij zit er links op de richel. Op de helft van het gebouw. Ben je dood? Ja, hij ligt nu achter een boom.
Span op mij als het gaat. Ja. Hij is span, jongen. Ik word hier geheerd door. Oh ja, mooi. Sniper. Hol ze schieten dan ook, hè, faggots. Er zitten overal die faggots. Godverdomme. Giel, doorrennen, jongen, anders ga je dood. Ja, ik zit in de lift, ik wacht op jou, ja. Ik deploy op jou en ik zit samen met jou in de lift. Als het goed is, gaat deze deur los. Maar ik. Nee, deze deur. Oh, kut. Fuck! Van alle kanten begoten, ga ik. Nou, jongen, ik denk dat de enige oplossing een Viper is. Een legerhelikopter. Wil je dat serieus gaan proberen? Oh, jongen, gewoon een raket op dit gebouw. Holy fuck, de hele gebouw zit vol, man. Staan ze te campen! Ja, dan moet je moet er niet in. Ik word daar echt gek van, echt. Oh, hier is. Hey, ik spawn op mij, alsjeblieft. Ja, is goed. Dit is een faggot met een RPG. Kijk dan. Het gaat wel weer wat lekkerder bij jou, zie ik nu. What the fuck? Hey, beter pik je mij even op. Hier, hallo, Giel. Hier is de baas. Zo, ik zit in je. In je nog wel, ah bah. Ah. Wat de fuck schiet je op? Toch niet meer. Ah ja, achter ons. Hij zit daar op de... Achter de auto. Ja. Gaat hij naar onder, pussy. Oh, maar hij denkt dat wij daar niet kunnen komen. You're about to have a bad day, motherfucker. Hier, vol op! Helemaal naar de klote. Hij denkt zo, ik zit nu onder de brug, niks aan de hand. Even in zijn achteruit weer die heuvel op. Kan jeuken mijn oog, wat is dit? Hier, recht voor ons! Hop! Bam. Hij hem? Ja, hij wou... Ik was het krabben aan mijn oog. Hij wou het zien voor hem. Hier, hallo meneer. Hier, alweer, dus ze vallen gewoon uit de lucht, jongen. Gunstig. Hier, twee kills. Het regent mannetjes. It's raining man, hallelujah. En ze vallen voor de tank. Oh. Okay. Nou. Dat kon ik me niet herinneren, dat een liedje zat. Jammer dat je auto's niet kan laten exploden ofzo. Hoppakee! What the fuck? Wat jij die hitte, jongen? Oh, kijk, hij vliegt eruit. Gauw repair, hoppakee. Juk hem omhoog, gek. Hij zit daar boven. Hier. Yeah. Zoals jullie misschien al zien, rijd ik heel vaak in de tank. Dat is zeg maar, met de tank zijn wij twee. Oh my god. Fucking... What the fuck? Ja, dat vind ik nog gay, als ze dat bij de spouw neerleggen, gewoon. Ze daar de moeite voor nemen en denken van, hier, dit plekje hier, kan ik wel een mooie slam neerpleuren. Oh my god. Ik heb alweer een nieuw tank, hoor. He is about to have a bad day. He is about to have a bad day. Ik kijk of er geen man is. Ja, daar is hij. Oh ja, hij gaat dan naar beneden. Je zit er al. Holy shit, we zijn wel dik aan het winnen. Ja, hier links zit erin. Heeft ze de mandje net gegooid? Oh, ik heb hem al. Laat ik eens even die gozer even helemaal... Hello. ...potje verneuken. Just a tank passing by. Don't mind us. Just a tank passing by. Ja, rij hem hier wel even naartoe. Ik ga even repareren. Oh, we hebben de vlag, dus... Hij is weg. Ja, achter je. Ga erin. What the fuck had beschoten hier? Oh. Kijk hier, daar staat hij. What the fuck, denk ik? Hij zat goed te schieten op een tank. Die is al dood, die achter ons. Oh, ja, was dat dan? Is dat een lijk? Het was een lijk. Hallo. Is Jezus. Het is opgestaan uit de dood. Oh. Ja. Oh, we zijn wel boven. Dat was hem eventjes een tunnel avontuur. Dus het zijn echt van die snipers die campen de hele dag. Maar ja, ik zit ook de hele dag in de tank. Of ja, niet. Ja, ze van, oh, dan heb je die dude in de tank weer. Zo ja, dan denken we zo ook al zo over ons, dus ja. Ja. Ze springen allemaal van dat gebouw af. Ik zie je. Klaar om te snipen. Ja, faggots, campers. Ja, als we C hebben, jongen. Ja, normaal hadden we C naar de kloot kunnen schieten, weet je wel. Ja, maar dat is wel de rest van de map van de omdat er overal stof is. Precies, kijk eens voor ons. Links van ons. Oh, hij denkt ook dat hij veilig is, dat hij onderaan is, hè? Nou, dan komt hij hier hoogstwaarschijnlijk omhoog. Nee, hij wacht daar rond tot we weg zijn. Als de tank eventjes doorrijdt. Oh, hij ziet ons toch op de map, jongen? Ah, boeien. Fuck is die faggot? Nou, niet hier. Echt waar? Ik neem een helikopter, jongen. Ik vlieg naar boven naar die toren. Iedereen spant nu op mij, omdat ze allemaal naar die toren willen. Ja hoor, we zijn al neergehaald. Door een APG nog wel. Pro-pilotisch. Voor al uw... hele korte reizen. Ik ga even kijken waar de tank van Giel is. Zo, eventjes een opstandeling neergehaald. Nou, je moet oppassen. Oh, er zit er een. What the fuck vliegt hier dan? What the fuck? Wat is dat nou? Oh, dat is een UCAF volgens mij. Ik zou dat niet weten wat... Dat heb je nooit gezien. Ik ook niet. Dat is gewoon een soort van UAV-plane. Ik weet niet waar je ermee kan, maar je kan het gooien, weet ik wel. Of iets kan launchen en dan kun je weer vliegen of zo. Weet ik veel. Op de map zie ik iemand lopen hier. Ja, daarboven. Wacht.
kom op, Ties. Oh, daar. Hoppa! Ik sta best goed. Ik sta 6 op 10. Dat vind ik voor mezelf best goed. Bedankt voor het kijken naar de allereerste aflevering van Battlefield 4 met Giel. Wil je nou weten hoe het verder gaat? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Dat zou ik super chill vinden. Het motiveert me echt enorm. Zeker weten de laatste tijd, want jullie laten zoveel groene duimpjes achter. Blauwe duimpjes, Ties. Ik zie jullie de volgende keer in de nieuwe video. En dan zeg ik ciao.